In welke leveranciers van Recruitment Tech is in augustus $16 miljoen geïnvesteerd? Welke Nederlandse tool als het gaat om het meten van de candidate experience is gratis geworden? En wat wordt de afsluitende keynote-spreker van het Recruitment Tech Event? Dit en nog veel meer in deze aflevering van de Recruitment Tech Monthly. Welkom bij de Recruitment Tech Monthly, het maandelijkse programma van Recruitment Tech, waarin we terugkijken naar de afgelopen maand en vooruitkijken naar de maand die komen gaat. In dit geval kijken we dus terug op de maand augustus en vooruit naar september en verder. En dat doen we dus op het gebied van technologie en recruitment. En aan de knoppen zit Saskia, onze nieuwe stagiair, gisteren begonnen en nu zit ze gewoon dit hele programma al helemaal live te editen. En normaal gesproken heb ik natuurlijk altijd mijn gewaardeerde collega Erwin bij de hand. Vorige keer was hij niet aanwezig en nu is hij op vakantie ook. Volgende maand, 7 oktober, is hij er echt bij, denk ik. Goed, ja, de maand augustus zou je zeggen, komkommertijd, is er dan wel wat gebeurd? Nou, jazeker, er is heel veel gebeurd. Laten we beginnen met het allereerste, misschien wel het grootste nieuws. We hebben met Recruitment Tech Monthly hebben we in 2019 iedere maand aandacht aan besteed, want het zou ieder moment komen. En we zitten nu in augustus, anderhalf jaar later, en Google for Jobs is eindelijk live in Nederland. Het wordt niet zo genoemd, maar uiteindelijk is het wel de techniek van Google for Jobs die erachter zit. En dat betekent eigenlijk dat, net als bij Google Shopping, als jij gaat zoeken naar iets wat lijkt op vacatures, dan krijg je een apart blok op de eerste pagina gelijk te zien met relevante resultaten in een soort blok met echt vanuit vacatures daar zichtbaar zijn. Nou, wat interessant is om te zien en daarvoor om te kijken, is jouw eigen website wel Google for Jobs ready en zijn jouw vacature teksten goed zichtbaar? Is om even te gaan naar deze website. Dat kunnen we goed zien als we even inzoomen. Search.google.com/test/rich-results. Als je daar de URL invult van jouw pagina waar één vacature staat, dan gaat vervolgens Google dan in een halve minuut ongeveer dat helemaal beoordelen. En ik heb dus één partij gepakt. Ik dacht van welke partij zou ik nou eens pakken? Ik dacht van, weet je wat, ik pak Defensie. Heb ik gedaan. En daar kreeg ik toch, en dat kunnen we even inzoomen, toch wel iets wat niet goed uitziet. Een kleine foutmelding. Niet alle markeringen komen in aanmerking voor uitgebreide resultaten. Los deze problemen op om te zorgen dat de pagina in aanmerking komt voor relevante uitgebreide resultaten in Google. En dat is met name dus Google for Jobs. En dan zie je ook, krijg je ook concreet advies. Dus helemaal niet erg dat dit gebeurt. Dit kun je mooi sturen naar jouw webbouwer / recruitment systeem. Die dan vervolgens gaat zorgen dat bepaalde velden die nog ontbreken, dat die misschien ook wel verplicht worden. Zodat recruiters die deze in moeten vullen als zij nieuwe vacature plaatsen. En vervolgens zorgen dat zodat die vacature wel goed vindbaar is in Google for Jobs. Nou ja, Google for Jobs, de resultaten daarvan zijn, als je dat hoort, dan zien we ook dat de resultaten zijn dat er tot 2-3 keer meer vacatures kandidaten binnenkomen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat betekenen, ook in Nederland, voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Goed, coronanieuws. Ja, we zitten allemaal in corona en we weten dus dat iedereen, of bijna iedereen, heeft er last van. Dus ook leveranciers op het gebied van recruitment tech. En ook partijen die de markt van recruitment technologie in kaart brengt. Want ook met recruitment tech media hebben we uiteraard last van de crisis en maken wij bijvoorbeeld gebruik van de regeling NOW 1.0. Maar ook heel veel leveranciers van recruitment tech doet dat. En die informatie die is openbaar beschikbaar, want het gaat natuurlijk om publiekelijk geld. Dus dat is helemaal te vinden van de bedragen en welke bedrijven en waar die bedrijven zich bevinden. Nou, daarvan hebben we op basis van onderzoek van Peter Boerman van WerfN hebben we een en ander op onze website gezet, specifiek gericht op die leveranciers van recruitment technologie. 43 leveranciers en die hebben, als het gaat om de NOW 1.0, en die liep zo uit mijn hoofd tot en met juli. Het laagste bedrag wat uitgekeerd aan een recruitment tech leverancier is €2739. Het hoogste bedrag wat in een aantal maanden is uitgekeerd is 3,7 miljoen aan een hele grote flex softwareleverancier. Dus grote verschillen inderdaad. En dat heeft er mede voor gezorgd dat heel veel partijen, niet alleen op het gebied van recruitment tech, maar natuurlijk heel veel bedrijven in Nederland in ieder geval, het eerste deel van de coronacrisis zijn doorgekomen. Nieuws van Start. Start is een tool die helpt om de candidate en de employee experience te meten. Dus op meerdere plekken tijdens het sollicitatieproces, maar ook als een medewerker eenmaal in dienst is, kun je dus in beeld krijgen in hoeverre mensen tevreden zijn, hè? De NPS-score. We hebben Mark Berensen gevraagd om een update te geven, want ze hebben bijvoorbeeld ook sinds kort een gratis versie en dat zien we in deze video. Hoi, ik ben Mark, co-founder van Start en ik geef je graag een update van wat Start heeft zitten doen de afgelopen tijd. Eerst even ter introductie. Start is de tool die je kan gebruiken om candidate experience mee te meten en te analyseren. Of zoals wij zeggen, making the voice of the candidate heard in recruitment. Ik heb eigenlijk drie dingen waar ik het even over wil hebben. De eerste is een prachtige case die we hebben gedaan samen met Vodafone Ziggo. En Marco Leijnenhorst heeft die gepresenteerd tijdens een van de summer schools van Recruiters United. En hij heeft uitgelegd dat door het verbeteren van de candidate experience en door dat te meten met Start, zij een besparing voor de business hebben opgeleverd van op jaarbasis tussen de 3,5 ton en de half miljoen euro. Alleen al door de verbetering van candidate experience die aantoonbaar is. Je kunt die case helemaal gaan bekijken op de Recruiters United website. Tweede ding waar we heel blij en trots op zijn, is dat we best heel hard groeien in de Verenigde Staten. Dat is sinds vorige zomer zo'n beetje op gang gekomen en komt nu weer in een stroomversnelling in het derde kwartaal. We hebben mooie klanten als Elastic, natuurlijk oorspronkelijk van Hollandse bodem. En ook Better.com en bijvoorbeeld Robinhood, dat is de app waar half Amerika mee aan het beleggen is. Zij zijn ontzettend geïnteresseerd in data, zijn heel data gedreven. En vinden dan uiteindelijk hun oplossing vanuit een BV'tje in Amsterdam. Dus dan moeten we toch wel iets specifiek goed doen voor die bedrijven om ons te willen aanschaffen. En daar willen we hard op doorpakken. Dus de VS is voor ons een absolute groeimarkt. Uiteraard ook in Nederland, waar we ook steeds meer klanten aansluiten. En een van de dingen die we gedaan hebben van de zomer is ons prijsmodel omzetten. Je moet het zelf maar gaan bekijken op onze website. Maar het betekent sowieso dat we die publiceren, dat je zelf je prijs kan bepalen. En er is een instapmodel, wat ook wel freemium heet. En dat freemium model stelt eigenlijk iedereen in staat om candidate experience te meten. Dus het is niet meer alleen voorbehouden aan de allergrootste bedrijven. Maar laat ik zeggen, stel dat je 10 man interviewt per maand. Dan is het hartstikke interessant om te zeggen, hey, laten we die 10 personen uitnodigen om feedback te geven. Op een geautomatiseerde en gestructureerde manier. Dat zou je perfect kunnen doen via Start en kost je dan helemaal niks. Dus we raden iedereen aan daar eens te gaan kijken en het voor jezelf uit te proberen en te kijken waar jij staat en waar jullie staan met je candidate experience. Dus bij deze is iedereen uitgenodigd. Mooie uitgebreide update van Mark Berensen, de CEO van Start. Ja, mooi bedrijf, zeker als je kijkt ook hoe groot zij in het buitenland zijn. Mogen we er best trots op zijn als een Nederlandse leverancier van Recruitment Tech. Recruitment Tech. We zijn ooit begonnen als Recruitment Tech Event. En in november zit die weer aan te komen. En ja, we hebben natuurlijk allemaal weten dat het coronavirus heerst. Dus gaan alle events online. Nee, niet het Recruitment Tech Event. Nee, we gaan hybride. Dat betekent dat we gewoon in de Amsterdam een event hebben. We hebben daar plek voor zo'n 100 mensen. En de rest die kan het event online volgen. En daarvoor hebben we online tickets. We hebben de gewone online ticket waar je al van allerlei dingen krijgt toegestuurd van tevoren per post. Maar we hebben ook de VIP-ticket, die is helemaal interessant. Want dan krijg je namelijk ook nog gewoon 's morgens via een koerier de lunch en de borrel geregeld. Interessant inderdaad, daar kom ik aan het einde kom ik nog een keer op terug inderdaad, dat je tot 16 september ook nog gebruik maakt van een hele mooie early bird. En dat ik zo meteen ook ga onthullen wie de eerste keynote spreker is. En dat is gelijk ook de afsluiter. Dus daar kom ik zo meteen op. Gekoppeld aan het Recruitment Tech Event weten we natuurlijk ook dat de Recruitment Tech Awards worden uitgereikt. Vorig jaar wonnen Recruit Robin in de Best Tooling en in de categorie Best Case won Albert Heijn. Fijn is hier ook de overhandiging van Albert Heijn. En ja, het inzenden van de Recruitment Tech Awards kan dus nu. Tot en met vrijdag 11 september. Dus tot en met vrijdag 11 september kun je als leverancier van Recruitment Tech jouw innovatieve tooling insturen. En als jij gebruik maakt van één of meerdere Recruitment Tech recruitment tooling als bureau of als corporate, ook dan kun je inzenden. En ja, wie weet pakt de vakjury dat eruit en gaat de vakjury hiermee aan de slag. Dus, en dat betekent dat jij dus misschien wel hier komt te presenteren bij de vakjury van de Recruitment Tech Awards. Daarvoor verschijnt, morgen wordt dat bekendgemaakt op de website, wie dat zijn in een nieuwsbericht. Maar wij kunnen nu alvast een tipje van de sluier oplichten. We hebben namelijk ook een nieuwe juryvoorzitter. Vorig jaar was hij er voor het eerst bij. Hij is innovatiemanager HR Tech en Tech bij Alliander. En we hebben het over Mannix de Groot. Hij is de nieuwe juryvoorzitter. Marieke van Heek heeft het 5 jaar fantastisch gedaan. Dus we bedanken haar met een hele diepe buiging. En uiteraard de uitnodiging om op 19 november als gast aan te schuiven. Die komt jouw kant op. We hebben namens sponsor van de Recruitment Tech Awards, Compagnon. Compagnon, die dit jaar voor de 5e keer de Recruitment Tech Awards sponsort, komt Patrice Boonstoppel in de jury. Teamlead Recruitment bij Aeon momenteel. Aeon is een van de partijen waar Compagnon zeg maar de recruitment voor doet, heeft overgenomen. En daarnaast is hij ook nog recruitment project professional voor Compagnon. Een vertrouwd gezicht is Patrick Boonstra, onder andere bekend van de Recruitment Tech Insights video's. Een hele serie video's die we 2018 en 2019 hebben gedaan. Recruitment Innovation Consultant, onder andere nu bij T-Mobile. En we hebben Martijn Ulenhaken van Albert Heijn, winnaar vorig jaar van de Recruitment Tech Award in de categorie Best Case met de Albert Heijn. Hij is product owner HR bij Albert Heijn. En ook gaaf om hem erbij te houden, omdat zij ook eigenlijk al jaren heel innovatief bezig zijn. En met een recruitment site, maar ook met een recruitment systeem. En ook met, als het gaat om de binnenkant inderdaad, voor de huidige medewerkers als het gaat om apps. Last but not least, 5 jaar lang was zij de dagvoorzitter van het Recruitment Tech Event. En zij schuift dit jaar aan in de jury van de Recruitment Tech Awards. Eindelijk mag ze ergens wat van vinden. Want als presentatrice van zo'n show kun je uiteraard niet jouw mening geven. En nu mag dat. Helene Stoevelaar, welkom als 5e jurylid bij de Recruitment Tech Awards. Waarvoor je dus in kan zenden tot en met 11 september via recruitmenttech.nl/awards. Ja, en er gebeurt dan ook wat op het gebied van overnames. Je zou zeggen augustus, komkommertijd, zomer. Nou, er gebeurt toch best wel wat. Modern Hire, dat is een Amerikaanse talent acquisition platform. Een soort recruitment systeem. En die neemt het SonRu over. SonRu met het kantoor in Dublin. Videotooling, die zijn overgenomen. En SonRu heeft 8 kantoren over de hele wereld verspreid, onder andere ook in Azië en Noord-Amerika. En heeft vooral Fortune 500 klanten. En zij worden dus overgenomen en geïntegreerd inderdaad. En dat is iets wat we natuurlijk de afgelopen jaren al vaker zien. En we hebben onlangs nog gezien dat Cameo een paar maanden geleden is overgenomen door het Duitse jobboard. Dan ben ik even daar weer de naam van kwijt. Maar je ziet wel dat die wereld volop in beweging is en dat juist videotooling vandaag de dag extra in de spotlight staan. De tweede die we hebben is Nucry. Nucry, en dan moet ik even erbij pakken inderdaad waar ze zijn, ja, is ook een videotool. Dus we hebben, er gebeurt veel op het gebied van videotooling. Nucry is niet overgenomen, maar die heeft dus een investering gehaald van $3 miljoen. Dat is een overtekende investeringsronde, zoals dat heet. En zij gaan het vooral gebruiken om ervoor te zorgen dat je meer divers werft en dat de bias uit je recruitment wordt gehaald door de inzet van videotooling. En als laatste de grote platform op het gebied van sourcing, candidate talent sourcing, HireTool, die heeft een investering van maar liefst $13 miljoen opgehaald. Een serie B investment. En in totaal brengt dat al $23 miljoen is geïnvesteerd. En wereldwijd gebruiken al meer dan 100.000 recruiters dit Amerikaanse platform. Dus dit was de update, nieuwsupdate van de maand augustus. En we gaan eens even kijken, wat was het meest gelezen in de maand augustus op RecruitmentTech.nl op 3. Dat is een Engelstalige serie die we maken, primair voor RecruitmentTech.com, maar vervolgens ook doorplaatsen op RecruitmentTech.nl. Bolier Talks Tech met ... Jeffrey Hamelink. Dit is de allereerste show waarin host René Bolier, ook bekend uiteraard van OnRecruit, die daar mensen meeneemt over verschillende onderwerpen op het gebied van recruitment en technologie. En deze allereerste aflevering die gaat over hoe je met recruitment marketing jouw technologie stack kunt opbouwen. Dat is op nummer 3. Op nummer 2 staat de 5 populairste demo's van Demo Day dat we 11 juni online hielden. De 5 populairste demo's die kun je bekijken, maar je kan eigenlijk alle 33 demo's terugkijken op recruitmenttech.nl/demoday. Vind je ze allemaal onder elkaar op een rij en kun je daar allerlei onderwerpen terugkijken, van recruitment systemen tot videotooling, social media, engagement tooling. Je kan het je gek bedenken of je kan daar kijken in demo's van maximaal 12 minuten, waarin ze laten zien hoe die tooling jou kan helpen. En dat kan gewoon gratis via recruitmenttech.nl/demoday. En op 1, niet per se omdat ik daar ook aan bij heb gedragen in dit geval, maar vooral ook omdat het onderwerp natuurlijk heel erg belangrijk is. Hoe haal je met technologie de bias uit recruitment? Het allereerste deel dat verschenen is, en het tweede deel is onderweg en daar kom ik zo meteen nog wel op. Het is een hot onderwerp, sterker nog, met WerfN hebben we 8 september, dat is de volgende week dinsdag, hebben we ook een WerfN seminar in Utrecht en ook online te volgen. En daar kun je voor aanmelden op werfn.nl. En dan moet je even kijken bij events, waarin we stilstaan, niet alleen bij technologie, maar überhaupt over het onderwerp hoe krijg je nu meer diversiteit en inclusiviteit in je organisatie. Ja, en daar kan tooling natuurlijk wel een bijdrage aan leveren. Gaan we even kijken naar lees, kijk en luistertips. Nou, ik had het net al even over deel 2. Verschijnt ook op de website van recruitmenttech.nl. Hoe staat het ervoor? We gaan stilstaan bij een aantal cases, waaronder van Amazon. En ook heel belangrijk, geldt niet alleen voor tooling algemeen. We moeten niet blindelings achter die tooling aanlopen en altijd maar vertrouwen. We moeten kritisch kijken. Is tooling altijd wel goed? Is de juiste kwaliteit? Worden de juiste de juiste queries erachter gedaan en klopt het ook, of leren we tools de verkeerde dingen, zoals we ook uit de Amazon case wellicht kennen. En daar vind je ook meer over in dit artikel op recruitmenttech.nl. Nou, naast recruitmenttech.nl hebben we, hoor je net ook al, recruitmenttech.com. En we hebben ook sinds dit jaar recruitmenttech.be. En daar hebben we een interview op staan met Patrick de Pauw, CEO van Social Seeder, een Belgische partij op het gebied van employee advocacy. Hebben zij een hele mooie tool. Interessant om dat te lezen op recruitmenttech.be. Wat sowieso wel leuk is om op recruitmenttech.be te kijken, want dit is de eerste website die we in een nieuwe stijl hebben omgezet. En dat is ook de bedoeling dat we dat gaan doen met recruitmenttech.nl en recruitmenttech.com. Komen we bij, wat staat er allemaal op de agenda de komende tijd? We hebben nu uiteraard in ieder geval wederom de Recruitment Tech Awards, waar ik nogmaals wil vragen, heb jij een innovatieve tool? En dat heb jij als leverancier van Recruitment Tech. Zend dan uiterlijk 11 augustus in. Er zijn geen kosten aan verbonden. En wie weet mag jij een jaar lang de stempel dragen, onder al jouw e-mails zetten op jouw website, dat jij de meest innovatieve tool 2020 bent op het gebied van Recruitment Tech. Of ben jij gebruiker van tooling en zeg jij, ja, wij zijn zo efficiënt en effectief met die nieuwe tooling. Het heeft ons 20% betere kandidaten opgeleverd of 25% sneller recruitmentproces. Dan moet je echt inzenden, als dat in ieder geval de afgelopen 12 maanden is gebeurd. Alle informatie vind je erover op recruitmenttech.nl/awards. 1 oktober, WerfN Live, ook een hybride event. Offline is zo goed als uitverkocht, maar je kan er online bij zijn. Gratis maar liefst, 1 oktober moet je wel. Voor 11 september moet je daarvoor aanmelden. Mooi programma met live vanuit Amerika hebben we Dr. John Sullivan en ook Keith Kavagi van Facebook. Maar we hebben ook gewoon onstage in Utrecht, in de fabriek, hebben we van sprekers van onder andere Action, van Alliander, van Jumbo en nog veel meer. Dus ga je gratis aanmelden op werfn.nl/live. Dan hebben we Demo Day België. Dat is met name gericht op onze Belgische kijkers. Of als jij vanuit Nederland zegt van, ja, maar ik ben ook verantwoordelijk voor onze Belgische technologie, dan kun je je uiteraard ook aanmelden. Gratis, recruitmenttech.be/demoday, 15 oktober in de middag. Dat wordt een heel mooi programma, interactief, live inderdaad. Hè. We hebben ervaring opgedaan met Demo Day in Nederland. Wat werkt wel, wat werkt niet. En dat hebben we nu met een nieuwe tool en een hele nieuwe opzet gaan we dat 15 oktober doen. Je kan je dus gratis aanmelden en dan krijg je ook van tevoren een en ander opgestuurd per post. Ga daarvoor naar de eerder genoemde website. En last but not least, het Recruitment Tech Event. Nou, ik net al even verteld, hybride event. Dat betekent dat je zowel offline tickets kan kopen als online tickets. En ja, Martijn, jij zei net al, wie wordt nu de afsluitende keynote spreker. En we hebben nog geen sprekers bekendgemaakt. Het programma op de achtergrond is zo goed als rond. We zijn bezig om dat ook langzaamaan op de site te zetten. Maar dit wordt de allereerste spreker die we bekend kunnen maken voor de 6e editie van het Recruitment Tech Event in de Amsterdam in Amsterdam. Ja, dan zul je zeggen, ja oké, maar die foto zegt me misschien niet gelijk, gelijk wat. Maar dit is Stefan Buisman. Stefan Buisman is 20 jaar jonger dan ik. En dat zegt niks, maar hij is van 1995. Dus de rest kun je zelf rekenen. Maar hij is, als het gaat om wiskunde, is hij een goeroe. Maar hij heeft net een boek geschreven over Artificial Intelligence, AI. En dat AI staat voor alsmaar intelligenter. En hij neemt ons mee als afsluiter over hoe Artificial Intelligence ons leven is geslopen met zelfrijdende auto's, gezichtsherkenning, Tinder-matches, sollicitatiegesprekken, van alles waar we Artificial Intelligence inzetten. Hij neemt ons mee in de kansen, maar ook de gevaren. En ook gaan we natuurlijk stilstaan bij wat dat betekent voor ons vak van recruitment. Leuk om te weten, hij is ook professor in Zweden inderdaad. Hij heeft zijn 4-jarig promotietraject heeft hij in 1,5 jaar gedaan. Petje af. Hij is nu in Nederland, niet in Zweden. En hij komt dus 19 november naar de Amsterdam om daar het Recruitment Tech Event af te sluiten. Dat boek heeft hij dus geschreven, AI, alsmaar intelligenter, Artificial Intelligence. En dit boek krijg je ook als jij je aanmeldt voor het event. Meld je aan voor het event, dan krijg jij deze aan het einde uitgereikt. Meld je je aan voor een online ticket, dan krijg jij het e-book. Zit er dus ook bij in het totaalpakket. Wat hebben we nog meer voor nieuws? Early Bird tot 16 september. Nogmaals, het aantal tickets in de Amsterdam is beperkt. We weten allemaal waarom en hoe dat komt. Dus hebben we ook online tickets, normale reguliere tickets en VIP-tickets. Dus waarbij je complete lunch, maar ook de borrel van tevoren krijgt. Of van tevoren, dat klinkt een beetje raar, om 5 dagen van tevoren die lunch te krijgen. Die wordt diezelfde ochtend bij jou bezorgd door een koerier. En je krijgt sowieso van tevoren de post met het event magazine. Je kan ook met de event app kun je meestemmen. Jouw vragen komen ook live onscreen. Dus we maken er echt een hybride event van. En aanmelden daarvoor kan op recruitmenttech.nl. Dus we gaan van .com naar BE naar .nl. Maar het is nogmaals .nl/event. Daar kun je aanmelden voor een van de 3 verschillende tickets die we hebben. En dan hoop ik je live in Amsterdam te zien of anders wellicht online. Goed, Saskia, hartstikke bedankt voor deze eerste keer. Als dit het al was, dan kan het bijna niet meer stuk voor de rest van je stage. Bedankt voor het kijken. 7 oktober zijn we er weer. Dan hoop ik ook dat ik niet alleen sta, dat Erwin erbij is. En bedankt voor het kijken en een hele fijne dag nog.